Ik slaap normaal gesproken uitstekend, maar vannacht was even wat minder. Dat ik wakker werd vanmorgen, dat ik dacht van, oh ja. Als moslim zijn, dan moet je daar gewoon aan houden. De enige reden om niet te vasten is als je reist. Dat is de enige reden. De rest, voor de rest zijn er geen smoesjes. Je moet gewoon vasten. Het mogen duidelijk zijn, dit gaat over de Ramadan. Niet eten en drinken tussen zonsopkomst en zonsondergang. Daarom staat er vandaag ook maar een handjevol spelers op het veld. Ik had 5 jongens aan het ontbijt. Van de 22. En die hebben dus om 3:15 voor het laatst hun boterhammetje en hun drankje genomen. En dat gaat dan vanavond om 10:15. Dan mogen ze weer. En ik moet maar zorgen dat ik mijn spelers van 80% fitheid die ze nu hebben naar 100 probeer te brengen in nog 5 dagen. Terwijl ze dus niet eten en niet drinken overdag. En dus ik ook niet maximaal kan trainen. Je hebt iets minder power en je herstelt iets langzamer. Maar voor de rest is het gewoon, je kan gewoon een topprestatie leveren. Maar het is niet leuk. Laat ik dat nog even opstellen. Dat ik dan zeg van, nou ja, oké, maakt mij dat nou uit. Ik zit op de Olympische Spelen en ik vind het prima. Nee, ik heb een hartstikke leuk elftal met jongens die 2 jaar lang investeerden om naar de Olympische Spelen te gaan. De druk is er altijd, want men wil resultaten zien. En op het moment suprem is er een Ramadan. Ja. Toch wat anders als je een clubteam coacht waar 1 of 2 Marokkaanse jongens in zitten. Dat is het verhaal. Of de hele selectie op 5 jongens na dan, hè? Ja, nou dat is het verhaal inderdaad. Ja, kijk, en ook, ik weet dat Gert-Jan, mijn naamgenoot, heeft ooit tegen een speler gezegd van jij doet een Ramadan, vind ik hartstikke goed. Ik respecteer het, dat doe ik namelijk dus ook. Alleen jij speelt voorlopig even niet. Want jij bent nooit 100% fit vergeleken met anderen. Nou, terechte statement. Alleen als ik dat doe, dan heb ik inderdaad 5 man dadelijk op het veld. En geen keeper, want alle 3 mijn keepers doen een Ramadan.